Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Alblas. We lezen in deze periode uit de psalmen. Na Psalm 42 en 43. en de afgelopen dagen Psalm 46. eigenlijk de Lutherpsalm om zo te zeggen. is het vandaag Psalm 47. Toen ik deze psalm las, was ik wel geraakt door de enorme actualiteit van deze psalm. Het rooster voor deze uitzending van het dagelijks woord is al eind juni gemaakt. Toen was er nog geen sprake van een oorlog in Israël in de omvang van vandaag. Maar als u dan nu deze psalm leest, dan we dat eerst maar doen. Een psalm voor de koorleider van de Zonen van Korach. Alle volken klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang, want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons, hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit, de glorie van Jacob, die hij heeft liefgehad. Tot zover het gedeelte van Voor vandaag. Het thema van heel deze psalm is het koningschap van God. Het gaat om hem en om zijn eer en om de jubel voor hem. Zijn macht blijkt in alles wat hij met en voor Israël doet. Maar nadrukkelijk wordt hij hier toch niet als de God van Israël omschreven, maar als de koning van de hele aarde. En in die beschrijving van vers 4 hoor je eigenlijk de geschiedenis van de intocht in het beloofde land. Hij omschrijft. Onderwerpt volken aan ons en vervolgens kiest hij ons ons erfelijk bezit uit. Israël komt thuis. Nou, dit is veel meer dan alleen maar een stukje geschiedenis. De uittocht, de bevrijding uit Egypte en de intocht vormen eigenlijk een basis van de godsdienst van Israël. De uittocht wordt wekelijks gevierd op de sabbat, zo lezen we in Deuteronomium 5. En heel dit handelen van God toont de trouw van God aan zijn woord en dus aan zijn volk. Ondanks alle zonden van zijn volk. Trouw heeft dus ook alles te maken met genade. En die trouw van God is altijd bedoeld als een teken in de wereld: dat de Heere God de enige God is bij wie de mensen heil en vrede kunnen vinden. Dus heel de aarde. Zie wat God heeft gedaan en jubelt voor God de koning, want Hij is de koning voor de hele aarde, voor alle mensen. En zo kijken we vanuit deze psalm ook vandaag naar de actualiteit. Al sinds 1948 zien wij weer de trouw van God aan Zijn volk. Is Israël een teken in de wereldgeschiedenis? dat de Heer doet wat Hij heeft beloofd en dat zijn volk zijn ogenappel is. Hij heeft Israël liefgehad. Hij heeft Israël nog steeds lief, ook vandaag, en dat is en blijft zichtbaar. Ook al wil Hamas Israël de zee inslaan en eisen ze het hele land en heel Jeruzalem op, de Heere beschermt zijn volk. God heeft ook dit deel van de wereld als een erfelijk bezit gegeven aan zijn volk. En God gaat zijn weg als een getuigenis voor de hele aarde. Zo beschermt hij zijn volk. Maar achter dit alles zit dus wel de bedoeling van God dat de hele aarde hem zal aanbidden. En dat alle volken een heil zullen gaan zoeken bij de God van Jacob. Ik vind het heel moeilijk om in de politieke situatie van vandaag daar lijnen te trekken. De situatie is veel te ingewikkeld. Vandaag hoorde ik net een de Bijbel citeren. Er is een tijd van vrede en er is een tijd van oorlog. Het is nu een tijd van oorlog, zei hij. En ik denk wel dat hij gelijk heeft. Israël moet zich verdedigen tegen het terreur van Hamas. Maar of er nu echt de tijd is voor een oorlog zo'n Israël op dit moment voert, dat weet ik niet. En of de beslissingen van deze aardse leider op dit moment echt bijdragen aan Gods bedoeling met zijn volk Israël, namelijk tot zegen zijn voor heel de aarde, dat weet ik ook niet. Het is nu één doffe ellende en er vloeit zoveel bloed. En toch roept deze psalm op: juich voor God met vreugdegezang, want God is de koning over de hele aarde. Daar moet het om gaan. Daar werkt God naartoe. Dat doet Hij in de concrete geschiedenis van deze wereld, in de concrete geschiedenis van zijn volk Israël, in het verleden en vandaag en in de toekomst. Als je goed kijkt. Juist wat er rond Israël gebeurt, dan zie je dat uiteindelijk de Heer God regeert, geen Netanyahu. Dat God zijn volk beschermt en een plaats geeft ook in dit deel van deze aarde. Een getuigenis. God is trouw. Bij hem moet je zijn. Maar tegelijk denk ik, de huidige politieke situatie en alles wat er speelt en de wapens die spreken. Ach. Wat ik wel weet is dat we bij Jezus moeten zijn, de koning van de Joden, aan een kruis getimmerd. Hij leerde ons om te bidden voor onze vijanden. Wij leren in de Bijbel dat God zegt: Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Wij leren om alles in de handen van deze koning te leggen. Om heel ons leven, om heel ons heil van deze koning te verwachten, om bij hem te schuilen. Deze koning der Joden laat zien dat God deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij is gestorven voor de zonden van de wereld. Iedereen die tot hem vlucht, vindt heil en vrede bij deze vrede vast. En eens zal alle knie zich buigen voor Hem, en Hem alle eer geven, en in de naam van Jezus God loven en prijzen. Daar werd God naartoe. Daar getuigt Zijn handelen met Zijn volk Israël van, ook vandaag. Daar gebruikt Hij ook mensen voor, en daar ligt de opdracht vandaag voor Israël. En voor iedereen die Jezus volgt. Maar in alle verlegenheid en verslagen door alle ellende kunnen we alleen maar bidden. Bidden. Bidden om vrede. Wij kunnen de vrede niet bewerken. Maar bid om de vrede voor Jeruzalem. Bid om de komst van Gods Koninkrijk. Laten wij bidden, Maranatha, Jezus, kom. Laten wij bidden. Kom, Heer Jezus, kom. Ja, zo bidden wij u als we de ellende in deze wereld zien, Heere God. Wat doen wij mensen als mensen elkaar aan in die wrede, oorlogen, die woede? En dan zeker rondom uw volk Israël. O God, wij bidden u voor uw volk. Er is zoveel gebeurd. Ze zijn zo diep geraakt door de terreurdaad van Hamas. En wij weten dat u uw volk beschermt. En in God wilt u dan ook wijsheid geven, ook aan de regering van Israël, om op de juiste manier ook nu te handelen. Vanuit de bescherming die u geeft. Ook zelf op te treden en te doen wat gebeuren moet. Maar wij bidden u dan ook om vrede. Wilt u wijsheid geven aan allen die regeren, aan de regeringen rondom Israël heen? En wij bidden u ook voor de vijand van Israël. Wilt u daar ook wijsheid geven en ook daar besef geven? Dat er alleen maar vrede komt door te buigen ook voor de God van Jacob. Dat zal een wonder zijn. Maar u bent een God van wonderen. Ja, Heer God, laat ook Israël in deze tijd een getuigenis mogen zijn. van wie u bent. Wie u bent als koning voor heel de aarde. En geef dat Koning Jezus genoemd mag worden. als de koning van vrede. als de koning van toekomst. als de koning die er eens voor zal zorgen. dat wapens mogen worden omgesnemeerd tot ploegscharen. En dat alle volken zullen toestromen naar Jeruzalem. om u alle eer te geven. Oh, wat een toekomstvisioen, Heere God. Maar we danken u dat u dat in deze tijd ook wel geeft. Een donkere tijd, er toch een boodschap van licht en uitzicht. Want u regeert. De Heere God, wij bidden u zo voor alle mensen in oorlogsgebieden. Voor alle angst die heerst en al het verdriet. Alle wonden die geslagen worden. Er zijn zoveel mensen in wanhoop. In Gaza, ook in Israël, in andere gebieden van deze wereld. O God, ontfermt u zich. En dan mogen we toch U verwachten. Juist levend vanuit Uw belofte, kijkend naar de trouw die U betoont, ook aan Uw volk Israël, ook vandaag, mogen we bidden om de komst van Uw koninkrijk. Eens zal elke knie zich buigen. En Heer wilt U ook heel persoonlijk geven. Dat ook wij daarbij mogen zijn, levend van uw genade in Jezus, om u alle lof en eer te brengen van nu aan tot in eeuwigheid. Doe uw koninkrijk komen, Maranatha, Jezus, kom haastig. Amen.